Goedemorgen, middag of avond, afhankelijk van wanneer je kijkt. De vorige twee lessen hebben we de eerste les gesproken over wat die Nederlanden waar we het hele tijd over hebben nou precies waren. En kwamen tot de conclusie dat het een verzameling was van 17 vrijwel onafhankelijke gewesten, die uiteindelijk wel samenkomen te vallen onder één landsheer in een soort van personele unie. Um, en dan hebben we het gehad over Karel V. De les daarna keken we naar Holland en hoe Holland een steeds belangrijke positie verkrijgt binnen deze gewesten. Nou, Karel V blijft niet altijd de vorst. Vandaag gaan we kijken naar wat er gebeurt wanneer hij daarmee stopt. Dus de les voor vandaag gaat met de volgende doelen van start. Waarom stopt Karel V ermee? Hoe gaat hij zijn rijk verdelen? En tot slot, wat betekent dit uiteindelijk voor de Nederlanden? Nou, te beginnen bij Karel V. Karel V treedt in 1555 af. En hij heeft hier verschillende redenen voor. Allereerst, hij had het als doel gesteld om het Protestantisme. Uit te bannen. In 1517 komt Maarten Luther met zijn kritiek op de katholieke kerk. In 1521 laat Karel hem naar Worms komen, naar de Rijksdag, het regeringsgebouw van die stad. En daar vraagt hij Maarten Luther: neem je woorden terug. Maarten Luther die doet dat niet en die gaat gewoon door. Waarop Karel V reageert met een hele strenge aanpak van de protestanten. Hij zet zijn inquisitie, een kerkelijke rechtbank in. en dat mondt uiteindelijk uit in Duitsland tot de een complete burgeroorlog. Met alle gevolgen van dien. In 1555 moet Karel dan toegeven dat, dat het geen succes is. Duitsland, het Heilige Roomse Rijk, verscheurt zichzelf en Karel moet tot een vrede komen. De conclusie van deze vrede van Augsburg is het zogeheten QS Regio, ES Religio. Wiens gebied, diens geloof. Dat is niet hetzelfde als godsdienstvrijheid, maar het is een stap in de goede richting. Het betekent dat de vorst van dat gebied, het Heilige Rooms Rijk valt onder Karel V, maar al deze onafhankelijke gebieden die dat rijk opmaken hebben hun eigen vorst. De vorst van dat gebied die bepaalt welk geloof daar gehanteerd mag worden. Dat is ofwel katholicisme dan wel protestantisme. Nou, voor de mensen in Duitsland is dat een redelijk goede stap in de goede richting. Dat wil zeggen, als je protestant bent en jouw vorst bepaalt, je bent katholiek, dat is wel een probleem. Maar je kan verplaatsen naar een gebied waar het protestantse geloof wel eens toegestaan. Dat is geen uitmuntende oplossing, maar het is beter. Karel V, echter, is hier zeer teleurgesteld over. Hij is een zeer rooms-katholiek man. Hij is daarvan overtuigd dat dit is de manier om te geloven. En met deze vrede van Augsburg heeft hij toegestaan dat het protestantisme bestaat en mag blijven bestaan. En voor iemand wiens doel het was dit uit te roeien, is dat toch verlies toegeven. Dus daar baalt hij ontzettend van. Nou, die centralisatiepolitiek, daar hebben we het ook over gehad in die eerste les, het samenbrengen van zijn verschillende gebieden, met name de Nederlander hebben we ons op gefocust. Is ook niet echt succesvol gegaan. Nog steeds is er geen sprake van een rijk met een gecentraliseerd bestuur. De Nederlanden zijn nog steeds die losse verzameling gewestjes. En kan nog steeds niet spreken van één land wat lekker eenvoudig bestuurd kan worden. Dus ook dat niet echt een succes. Nou, zijn moeder gaat dood. Dat is voor niemand prettig natuurlijk. Hij is pas 55. Hij wordt 56 dit jaar, maar. Hij is wel een, een lichamelijk vermoeide man, heel zijn leven lang ook wel veel oorlog gevoerd. Maar hij is ja, oud op. Hij is echt wel klaar voor zijn pensioen, ondanks dat zijn leeftijd eigenlijk niet zo radicaal uh, hoog is of iets dergelijks. Maar hij is fysiek wel helemaal op. En dat betekent ook dat hij, jij ja, ziet hier ook dit schilderij, hij hangt er hier ook wel echt uh, vrij uh, ellendig bij, zou je kunnen zeggen. Nou, wat doet Karel in? Uh, hij, hij doet tronsafstand. Hij trekt zich terug in een klooster. Dat zegt ook heel erg veel over de man natuurlijk. En, en hoe hij staat in geloof en in het leven. Hij is zijn laatste jaren. Hij kan leven als een koning. Letterlijk. Hij heeft die welvaart. En toch gaat hij in een klooster leven om dat sober zijn laatste jaren door te brengen. En die laatste jaren zijn ook maar drie jaar wanneer hij sterft in 1558. Dus Karel houdt het ook niet zo lang meer vol. Nou, hoe gaat hij nou zijn rijk verdelen? Hier zien we een allegorie op die trouwstaat van Karel V. Een allegorie moet je zien als een symbolisch schilderij. Het is de manier voor een schilder om een, een soort van samenvatting te schrijven van een gebeurtenis. Dus hij laat niet zien hoe dit letterlijk gebeurd is. Zou dat wel gebeurd zijn, dan was het ook wel een behoorlijk heftig troonstestand natuurlijk. Aangezien er uh, zee en, en, en zeepaarden letterlijk uh, rondzwemmen. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Maar het is meer, hè, hoe moeten we dit ons ongeveer voorstellen? Wat zien we dan? Misschien hier Karel V in de midden, die strekt zijn handen aan twee kanten uit. En naar wie strekt hij zijn handen uit? Aan de ene kant na zijn zoon Philips II. En aan de andere kant Ferdinand zijn broer. En hoe gaat hij nou zijn rijk verdelen? Dat zien we dan ook hier. Uh, onder hem liggen de regalia, de koninklijke elementen, de, de kroon, het zwaard en de scepter. En waarmee ik kan aantonen dat ik de koning En die worden verdeeld. Je ziet zowel Philips als Ferdinand hebben zo'n stuk papier voor zich liggen. Voor Philips betekent dat die zie je de wapens van de 17 provinciën. De 17 gewesten, die komen te liggen bij Philips II. Het wordt ook vrij prominent afgebeeld natuurlijk. We zien ook, het is geschilderd door Frans Franken. goede naam trouwens. Dus die zal natuurlijk de Nederlander ook veel meer belichten dan natuurlijk een Spaanse schilder dit zou doen. Daaronder zie je dat de werelddelen elkaar al overheerst. Die komen ook grotendeels te liggen bij Philips. Spanje, de Spaanse bezitting in Amerika. We zien hier een vrouw met een soort van indianen... Ja, gewaad van veren om zich heen. Een Afrikaanse oogende vrouw, een blanke vrouw. En deze man die het Midden-Oosten lijkt te komen. Aan de andere kant hebben we Ferdinand, um, die het Heilige Roomse Rijk krijgt. Hij krijgt de Duitse gebieden. Komt niet zo duidelijk naar voren in dit schilderij. Het zou de achtergrond kunnen zijn, maar ik kan niet definitief zeggen dat het super overduidelijk die Duitse vorsten zijn. Ik neem aan dat dat wel zo is, want dat is wel de situatie van wat er gebeurt. Hier ook het embleem van Karel de Vijf, dus we steeds te vinden op verschillende plekken in Spanje. Plus Ultra steeds verder. En dat zegt ook veel over hoe hij zijn rijk natuurlijk heeft uitgebreid En het grote rijk wat hij heeft, want zijn rijk was alsmaar aan het uitbreiden. Maar nu, met zijn ja, wordt het verdeeld. Is het niet meer zo groot als dat het geweest is onder één heerser. Een wat latere print hiervan, van dezelfde gebeurtenis, door een schoolprint, gemaakt in Nederland. Hier gaat het dan ook weer vrij vrij Nederlands gefocust. We zien Karel V hier, duidelijk ook minder machtig afgebeeld dan op dit schilderij. Je ziet hier duidelijk een stuk vitaler uit. Hier lijkt het veel meer op het schilderij dat we eerder zagen, waar Karel V steunt op Willem van Oranje, wat hij ook hier doet. Willem van Oranje, Philips, die staat naast hem, geeft ook weer aan die belangrijke positie die Oranje heeft binnen dat Spaanse uh, koningshuis, op dit moment in 1555, nou wat zien we nog meer, Ferdinand, die staat ernaast hè, de man die de Duitse bezittingen krijgt um, de ridders van het guldenvlies de ridderorde van Karel en achter Philips en Karel V Vijfde zien we nog Cranvel staan, Dan gaan we ook over hebben hij is eigenlijk de religieus adviseur uh, van, uh, dus van de Habsburgers, en hij zet die religieus koers uit, onder andere om in de Nederlander door te gaan met die kettervervolging en op de voorgrond, net als op dat andere schilderij, maar beduidend groter afgebeeld hier, de regalia en de overdrachtspapieren, De, 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 de kroon en de scepters en de papieren. Eentje voor Ferdinand, eentje voor Philips. Nou, wat is Philips II? Die man die de Nederlanden in bezit krijgt. Wie, wat is dat nou voor iemand? Hij krijgt Spaanse bezittingen, de Nederlanden. Hij is toch gewoon een ander persoon dan Karel? Er is uh, nog steeds geen politieke eenheid. En dat heeft Karel wel geprobeerd. Is niet gelukt. Philips krijgt die 17 gewesten eigenlijk grotendeels zoals Karel ze ook kreeg. Los van elkaar, geen duidelijke eenheid, niet één bestuur. Ook voor hem weer lastig, moet je je veel mee gaan bemoeien. En logischerwijs um, ziet Philips hier natuurlijk ook problemen in. Philips ook, net als zijn vader, is een behoorlijk religieus man. En dat zien we ook terug in bijvoorbeeld de manier waarop hij zijn paleis inricht. Het Escorial hier, het koninklijk paleis van Philips. Even buiten Madrid vinden we dit paleis. Ja, het zal ongeveer een uur rijden zijn, als ik het me goed herinner. En dan zien we dit paleis. En dat vertelt heel veel over de man zelf. Hier hebben we de plattegrond van het, van het paleis. En wat valt natuurlijk op als we kijken naar deze luchtfoto. Los van het feit dat het natuurlijk een gigantische uh, toko is. Zien we. De muren natuurlijk van het paleis. Maar midden in dat paleis zien we uh, dat er een grote kerk centraal staat in zijn eigen paleis. En hier, als we kijken naar het plattegrond, je komt hier binnen door de voorkant uh, op, het, op het grote plein. En hier ga je de paleis vertrekken in. Um, en uiteindelijk hier centraal in het midden zien we dus die kerk. Maar als we goed kijken in de kerk, dan zien we dat vanuit alle kanten van dat paleis er openingen zijn gemaakt om, dat, uh, om die kerk weer. In te kunnen gaan. Dus ook voor Philips geldt dat die religie is ontzettend belangrijk. Hier dat plein weer. He, het eerste wat je ziet is die kerk. Dat doen lang niet alle vorsten Een kerk centraal. Maar Philips doet dat wel. Het zegt ook heel veel over de man. Het is uh, ook, een, ook een rijk gedecoreerde kerk zoals de katholieken dat graag zien. We weten, protestanten die houden ervan wat soberder. En de uh, vertrekken van Philips zelf, ook hier vol van religieuze kunst. Um, Maria-afbeeldingen, Christus-afbeeldingen. Philips is echt een religieuze fanaticus. Hoe gaat hij nou het Nederland besturen? Um, hij is van plan om verder te gaan waar zijn vader stopte. Waar in Duitsland werd gezegd: we gaan het gebied opdelen per vorst, per geloof. Duitsland komt bij Ferdinand, zijn oom, te liggen. Dus Philips hoeft zich daar niks aan aan te trekken. Dat valt de Nederlanden ook wel tegen, want die hopen eigenlijk misschien wel op zijnzelfde overeenkomst. Maar Philips, ander man, die zegt: nee, het is mijn rijk en ik vind hier moeten we allemaal katholiek zijn. Um, echter waar Karel best wel uh, bezig was met het bestuur van de Nederlanden, uh, maar ook van Brussel, en hij was in het Heilige Roomse Rijk, hij was in Spanje. Karel was ja, toch wel redelijk uh, universeel betrokken. Philips is veel meer een, een Spaanse koning, en zo komt hij ook wel echt bekend te staan, veel meer dan Karel V dat was. En hij wil ook eigenlijk helemaal niet zo veel bezig zijn met die Nederlanden. Hij trekt zich terug in Spanje, en hij zegt tegen Margarethe van Parma, zijn halfzus, jij mag dit gebied namens mij gaan besturen, en zij krijgt dan de titel landvoogdes, uh, zoals een voogd, een kind opvoedt dat biologisch gezien uh, niet te zijn is. Zo moet Margaretha de Nederlanden besturen, ondanks dat het nooit officieel haar gebied is. Uh, ze krijgt wel alle zeggenschap. In principe weliswaar zal ze toch moeten overleggen met uh, Philips. Uh, en Granvel, hij krijgt de taak, die zagen we eerder op het andere schilderij, om het katholieke geloof te verstevigen, om dus verder te gaan met die uh, uitbanning van het protestantisme. Dus deze twee gaan het bestuur. Van de Nederlanden doen. En zij zijn ook degene die, zeker kan wel, als er steeds meer onrust komt in de Nederland, steeds meer. Kritiek op het bestuur, dan is het kritiek in beginsel gericht op deze twee. Met name Granvel krijgt heel veel kritiek te verduren. Ook omdat een beetje in de context van de tijd het idee dat je kritiek kan hebben op een koning nog niet echt helemaal aan de orde is. Een koning vanuit de middeleeuwse gedachtegang is inherent goed. En als die koning het niet goed doet, dan ligt die schuld eerder bij slechte raadgevers. Zoals bijvoorbeeld een Granvel. Um, Philips, dus geen warm band met de Nederlanden. En we zien nu langzaam dat we inderdaad richting die uh, opstand toekomen. Want er zijn een aantal problemen. Allereerst, uh, die centralisatiepolitiek, daar gaat Philips mee verder. Dus hij wil nog steeds sterker besturen vanuit één punt. Waar zijn vader gefaald heeft, wil hij daarmee doorgaan. Leidt ertoe dat die adel natuurlijk een heleboel macht moet inleveren. En dat wringt. Adel is daar niet blij mee. Willem van Oranje en Philips op, hebben in het begin een relatief warme band. En die verslechtert dat ook steeds meer. Maar komt bij die kettervervolgingen, die blijven ook volle bak doorgaan. Dat leidt ook dat de bevolking daar behoorlijk onder lijdt en ook kritiek van de adel die natuurlijk ziet dat die bevolking lijdt en sommige adellijke heren die ook wel uh, dat protestantisme verwelkomen. Maar die vervolgingen van die ketters zijn ook dermate bruut dat dat ook natuurlijk geen prettig uh, aangezicht is. En ten derde is er in de winter van 1560 sprake van een flinke hongersnood? Um, daar kan Philips misschien niet zo heel veel aan doen. Maar dat leidt tot de bevolking verarmd en nog meer ontevreden wordt. Dat leidt ertoe dat in 1566 de edelen, met name de lage adel van de Nederlanden, een smeekschrift voorlegt aan Margarethe van Parma. En in dat smeekschrift vragen ze haar: uh, Margaretha, die die lopen echt compleet uit de hand. Het is echt too much. Het moet echt een stuk minder. Eh, ze, ze gaan niet zo ver als suggereren dat het protestantisme moet worden toegestaan. Maar zeggen: schroef het een tandje terug. De bevolking leidt, eh, Die hongersnood die hakt er stevig in. Als je hiermee doorgaat, dan, dan kun je rekenen op een opstand. St stop hiermee. Matig het. Eh, doe het minder. En Margrethe Parma die, die moet natuurlijk contacteren met haar eh, halfbroer Philips. Maar in beginsel staat ze dit wel toe. Ze, ze, ze doet dit wel. Ze versoepelt de kettervervolgingen wel een beetje. En dat leidt ertoe. Dat de Calvinisten, de Nederlandse protestanten, die komen terug. Die worden ook weer iets brutaler, die gaan zich ook wat meer uiten in de open lucht. Hier trouwens gaat het om Calvinisten. Waarom Calvinisten? Uh, Luther begint natuurlijk met zijn protestantse stroming, maar na Luther komen er steeds meer andere denkers die zeggen: Ik heb ook iets te zeggen over het geloof, en ik heb een andere visie. Een van die andere mensen met zo'n visie is Johannes Calvijn, een Fransman. En met name zijn gedachtegoed vindt heel veel aanhang in de Nederlanden. En het belangrijke verschil tussen Luther en Calvijn in deze context is, Luther vindt dat je trouw moet zijn aan de vorsten en dat die altijd gehoorzaam moeten worden. Heeft Luther zijn redenen toe, omdat Luther op het moment dat hij door Karel V. De vogelvrij werd verklaard, werd hij geholpen door de Duitse vorsten. En boerenopstanden die kwamen ook. Uh, tot stand in het Duitse Rijk. En uh, ja, Luther kon natuurlijk niet de mensen die hem hadden geholpen verraden. Ze zegt nee, vorsten gehoorzamen. daar daarentegen zegt: zijn die vorsten in tegenspraak met het geloof, dan is het je goed recht om in kritiek te, of in opstand te komen. En dat leidt ertoe dat die Calvinisten in Nederland veel populairder zijn uh, dan het de, dan de Lutheranisme. Hoe dan ook? Zij komen terug, gaan weer veel preken, gaan weer, preken, um, gaan weer uh, diensten houden. En dat doen ze vooral in de open lucht. Dat noemen we haargepreken, een bosje als het ware. Um, natuurlijk is het niet alleen een kerkelijke dienst wat ze daar doen. Ze doen het in de open lucht, want ze hebben ook geen kerk. Maar die mensen komen bij elkaar, praten over religie. Prima. Maar je hebt dan een grote groep mensen die tot op heden heel erg streng vervolgd was en nog steeds vervolgd. Worden zij het in iets mindere mate. leidt natuurlijk toe dat die mensen ook wel degelijk uh, kritiek gaan hebben en ook andere dingen bespreken. Als grote groep mensen bij elkaar praten ze over de huidige stand van zaken. En zij praten ook over hun problemen met het bestuur. En een van die hagenpreken die loopt zo uit de hand dat de conclusie is: we zijn boos, we gaan iets doen, we gaan een, een daad van verzet doen. En ze gaan naar de Katholieke kerk en slaan daar de boel kort en klein, heeft een aantal redenen. Um, Zo'n kerk, allereerst, de Rooms-Katholieken wordt toch een beetje gezien als de vijand van de protestanten, omdat de Rooms-Katholieke Kerk onder de naam van Philips hun wel degelijk heeft vervolgd. Daarnaast is er nog steeds sprake van die verdere verarmoeding. Onder die hongersnood die plaats heeft gevonden in 1565 zijn ze natuurlijk nog steeds niet van hersteld. Die Rooms-Katholieke Kerk is natuurlijk één grote exercitie van welvaart en weelde, goud, beelden, dure schilderijen. En dat is ergert ze natuurlijk ook. En daar komt bij dat de protestanten natuurlijk de Bijbel ook heel letterlijk nemen. En dus de Bijbel stelt dat je God of iets dergelijks niet mag afbeelden. Christus, heilige hoef je niet te eren En dat leidt natuurlijk dat ze ook daarin hun woede uiten tegen die rooms-katholieke kerk. We beginnen bij één beeldenstorm uh, in, in een, een rooms-katholieke kerk, maar het verspreidt zich als een lopend vuurtje door de Nederlanden waarin steeds meer andere boze groepen dat voorbeeld volgen. En we zien dat er de dus sprake is van verspreiding en steeds meer kerken worden gesloopt. Nou, als jij natuurlijk Philips II Tweede bent, en jij bent zo'n roms-katholieke fanaticus, dan kun je dit natuurlijk absoluut niet accepteren. Dit is alles wat je niet wil. En Philips, die is ook heel erg boos, Margrethe van Parma. Ja, zij heeft het toch wel een beetje toegestaan, doordat ze die kettenvervolgingen een beetje heeft uh, teruggeschroefd. Althans, dat is zijn mening. daardoor zijn ze zo brutaal geworden. En Philips, die stuurt Alfa een. Uh, gerenommeerde legergeneraal, die stuurt hij naar de Nederlander toe om daar orde op zaken te stellen. Maar Greta, die mag afzwaaien als landsvoudes en Alva wordt de nieuwe landseer. En Alva, die krijgt de taak dit probleem op te gaan lossen. Nou, wat die Alva nou precies doet, daar gaan we het voor de volgende les over hebben. Maar voor nu was dit eventjes de situatie. In de aanloop naar die opstand. Een nieuwe koning die doorgaat met zijn strenge vervolgingen, doorgaat met zijn centralisatie, die daarmee zowel de burgers als de adel van zich vervreemdt. En daarnaast een hongersnood die de mensen nog eens extra ontevreden maakt, wat leidt tot een religieus conflict waar Philips op gaat reageren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, wanneer we gaan kijken: wat betekent het nou als Alva in de Nederlanden komt?